Hi. We zijn bij Elfia. En we staan aan het wachten op Trash. En Lisa gaat me haten dat ik een 4 handjes cornflakes gegeten en een banaan. Ha! Ik ben hier met Sietse. En mijn goal vandaag is om Sietse niet kwijt te raken, want... Dutch Comic Con. Dutch Comic Con. Je zag Sietse niet eens in de vlog, zo vaak was die weg. Ze ziet ze me niet. Die was, okay, die was niet helemaal, ging niet helemaal, ze ziet ze niet. Wacht even, probeer opnieuw. Ziet ze zag ik bijna niet in mijn vlog, want we waren Sietse steeds kwijt. Ziet ze niet. Nou, fuck. Ik stap ermee. Take your word, ik ga, prevention ik ga, day. Ik ga een poging doen om eens een keer goed te vloggen en niet naar mezelf te kijken terwijl ik film. Tot nu heel goed gaat, maar niet heus. Tot nu toe ben jij alleen maar in zicht geweest. We zijn nog buiten en ik wacht nog steeds conventie, het is een fair. Kijk eens heel goed in die lens. Bij welke ingang? Doei. Faal. Kan je net niet zien. Dus ik film wel weer wanneer de trasher is. Oké, daar komt het uit. Dus we hebben Kirsten gevonden. Hi. Carter die heeft ons geditcht en die is gewoon al fucking binnen. En ik kijk weer niet in de fucking camera. Dus wij gaan nu gewoon Elfia en chill. Elfia en chill en chill? Ik hoop dat ik niet vergeet te filmen of zo. Ik probeer haar wel aan te herinneren. Dus, welke film? Totdat we shit zien. Waarom heb je zoveel? Ik zit me net te bedenken. Ik ga vloggen terwijl jullie niet eens weten waar we zijn. Nou, we weten waar we zijn. Maar niet wat het is. En ik heb deze hele geweldige mooie mensen. Want Lisa is er niet. Dus ik moet mensen hebben die net zo irritant zijn als Lisa. Ja, dan ben je bij mij snel. Ik hou wel van je hoor, Lisa. Echt. Als je dit kijkt, ik hou hartstikke veel van je. Hi. Je weet zelf. Hey, vanavond weer, hè? Nee, maar oké. Elfia is gewoon de vreedfestijn. Voor de mensen die niet echt om het fantasy gedeelte geven. En je hebt ook kraampjes met... Je hebt ook kraampjes met gewoon... Eten. Steampunk. Eten. Corsetten, kleding, wagens, accessoires. Je hebt ook een kraampje met random animation. Dus voor de mensen die echt om het fucking anime houden. Deze handen die van Star Wars, Game of Thrones, Once Upon a Time, Sherlock. Zeg eens voor die T&D. Jammer genoeg is dit voor jullie. Dit is de enige reden, manier waarop ze nog geld kunnen ophalen. Er is voor iedereen wel wat. Maar voornamelijk kom ik hier voor het eten en voor de gezelligheid en gewoon om mooie foto's te maken. Want het is in the middle of fucking nowhere, voor mijn gevoel altijd. En je hebt een fucking mooi huge ass castle. Wat ik misschien goed heb gefilmd, want ik heb een scherm naar mij toe gedraaid. En je hebt heel veel mensen en fucking veel kostuums en het is fucking crowded. En ik zeg heel vaak fucking. Fucking. En dat het allemaal gecensureerd. Nee, ik censureer niet meer. Sinds jou censureer ik niet eens meer. Ik wou het één keer proberen te censureren. Hij zei, motherfucker en dat soort dingen. Oké, dan maar. Maar je hebt heel veel anime cosplays. Je hebt fancy cosplay. Nou, het is niet echt cosplay. Maar je hebt mensen die fancy shit doen. Je hebt fancy kostuums. Je hebt Game of Thrones kostuums. En dan heb je Joke. En Kirsten. En Sietse, die en helemaal Sietse. Geen... Sietse die is als Sietse. En dan vraag je misschien af, wat is een Sietse? Dit is een Sietse. Dus ja, wij gaan nu rondlopen en dit was en mijn doen. Korte uitleg over wat deze fair is, oké? Okay? Tot later! De zon begint te schijnen. Oké, we hebben mijn vins gehaald. Ik zie Joke even. Nou ja, zij heeft mijn vins gehaald. Hi! En dit is mijn ontbijt. En dat is haar lunch. En het is banaan en citroen en... Banana. Ze ruiken zo lekker! En dus we gaan nu eten, dus fuck filmen. We hebben nog meer eten. We zijn eigenlijk de hele tijd aan het rondlopen. En we hebben nu een mooie, kijk een hele mooie appel die niet aangevreten is. Sowieso niet. Met kaneel. En zij heeft er eentje met kokos. En het is niet eens zo fucking duur eigenlijk. Ik had eigenlijk verwacht dat het iets van 5 euro zou zijn en het was maar 3 euro. Dat is wel fucking lekker. Nee, die van haar niet, want het is de kokos op. Het is gewoon goed gemaakt, dus ja. Heerlijk weer. Het is heerlijk weer, ja. Het is gewoon fucking warm. Oh my god, kijk die BB-8. Oh my god, ik kijk die fucking films niet. Maar kijk die BB-8. Ik weet niet... Het is een artikel, wel een BB-8. Oké. Super high quality vlogs, zoals altijd. Als ik klaar zijn met eten, gaan we een locatie zoeken om te
foto's te maken. En dan... ik denk dat we rechts moeten. Nou, we gaan weer terug naar het eten. We gaan foto's maken. En meer eten zoeken waarschijnlijk. Hallo Kirsten! Ah, fucking wildernis hier. Dus ja, we zien jullie dan wel weer. Zoals je kunt zien, heb ik een paraplu op mijn hoofd. Want het regende net al best fucking hard. En mijn camera die dacht eventjes leuk te zijn om niet meer te focussen. Dus Kirsten heeft heel die vriendelijk hard. Eventjes aan die mensen daar. Zie je daar in de achtergrond staan mensen. Staan ze er nog? Ja. Oké. Staan daar mensen. En daar hebben we eventjes gevraagd of ze mijn camera kunnen fixen. Want hun gebruiken ook een Nikon. Gewoon bijna dezelfde als jou. Bijna dezelfde. Alleen die van mij was een veel ouder model. En nu doet hij het weer. Nou ja, ik moest een soort van. Hij wil het weer doen wat ik wil doen. En ik weet niet waarom hij het opeens niet meer deed, maar daar, die camera is fucking vaag. En ik heb het dus gewoon heel simpel, want wie houdt er nou tegenwoordig een paraplu vast? Kijk, hier. Ik leg hem gewoon op mijn hoofd neer. Maar we gaan nu pogingen tot foto's maken bij deze sexy boom. Bomen. Men. Bomen. En ik hou waarschijnlijk gewoon die paraplu eens op mijn hoofd, want het is net zo makkelijk als die maar niet in frame komt. Dus ja, we gaan foto's maken op dit kaartje, want ik ben mijn SD-kaart vergeten voor de camera. En ik lijkt me of ik een snor heb op deze camera. Nee, maar het lijkt niet zo. Kijk hier, het lijkt me of ik een snor zo. maar we gaan dus foto's maken en hopelijk ga ik nog een beetje filmen van qua eten wat er is en dat soort dingen. En we zoeken nog steeds Karu. Waar de fuck is Karu? Waar zijn onze andere twee teammates? Oh, en wist je nog aan het begin dat ik zei mijn goal is om Sietse niet te verliezen? En mijn goal vandaag is om Sietse niet kwijt te raken, want Sietse is al footsie. We zijn ze in de eerste 5 minuten al verloren. We zijn ze in de eerste 5 minuten al verloren, ja. Onze mannen zijn in de battle. Maar foto's, dus ja. Woo! Foto's van dag. Bye. Zonboom klimmen. En ik heb letterlijk een dennenboompje. Ja, zo'n boom moest klimmen, weet je wel, sowieso. Okay. Daar moest hij echt klimmen, doe dat maar even. Het mislukt. Hij viel bijna. Kai! Wat kan je weer doen? Hier lang. Zetten! Doof! Oh, er is een steentje van mijn gezicht afgevallen. Wat? Er is een steentje van mijn gezicht net afgevallen. Oh, had je er twee? Nee, ik had er twee, maar je zag hem toch niet zitten. Ik heb fucking in een boom gestaan van haar. Topi shit, lei. Zie je dat blauw op haar gezicht? Die heb ik zo pam. Ze hebben even twee blauwe ogen geslagen. Gelagen? Geslagen. Je zei gelagen. Je wilt iemand in je haar zitten. Ik heb altijd wat in mijn haar zitten. Nu kijk, dit is geen gehaald. Je hebt heel veel haar zitten. Er komen allemaal chips in mijn hand. En dat is niet normaal. Dan moet je er niet alles mee slaan. Ik sla er niet mee, gelukkig. Nog niet stabbed ermee. Nee, okay, dat is gewoon een boog hebben, dat weet ik niet. Oh mijn god, ik zie hem. Ik heb geen. Hey, je bent donker, al die keren dat je bij mij bent, oké? Je bent eens een keer zichtbaar in mijn vlog, hé. Je bent eens een keer zichtbaar in mijn. Kalista is. Zoek gewoon naar een grote doos. Nee, ze is niet meer in de. Ze is nu arm in. Ze is ook een grote doos. No offense, Kalista! Nee. Niks offensive. Jullie zijn allemaal dozen voor mij. Fight me. Zijn dozen. Fight me, mate. Kom dan. Kom fight me. Jongen. Oh, jongens, hou een kerel. Fucking high quality vlog hier, je weet zelf. Okay. Anders steek je echt neer. Wow, rustig aan. Oh, pas op, hè. Pas op, hè. Waarom zit je nou nog niet? Oh, dat... Je ging zitten. Neem mijn flesje dan. Ik neem jouw flesje. What the fuck, man? Doe even weg gewoon. Kijk dan, de baas. Doe even weg te gewoon. Ja, dan moet je aan die kant gaan staan. Oh, ik moet helemaal naar beneden. Ik ben... Ik zie je dadelijk. Vlogception. Ja, ik zou ook nog even inzoomen voor je. Wauw, prachtig. Prachtig. Weet je zou ik de muziek van Groose eronder zetten voor je? Ja, oké, prachtig. Wat? Je hebt Skyward Sword toch al gespeeld? Oh, je wilt die van Groose. Prachtig.
prachtig, toch? Doe het maar wel. Ja, oké. Okay. Ben jullie blij? Oh mijn god. Oh mijn, check, kijk al het geluk in haar gezicht. Oh mijn god. Jij wou dat ik filmde? Weet je wat? Kom dan, dikke vis. Kom dan, Fitty. Fitty. Huh? Ja, ben je klaar? Ik heb 122 foto's van je. Ja, maar. Maar 122. Ik heb de camera gejat. Daar heb je Joke. Yo. Yo. We zijn net klaar met foto's maken. En Joke is echt heel vervelend aan het doen. Oh, wauw. Binnen 5 minuten. Wel heel vervelend. Ik bedoel. En Joke. Hoe lang hebben we Je kan hem ook gewoon omdraaien en zien wat je filmt. Ik pas naar jou toe aan het zetten. Mooie face. Dubbele for exception. Hé, hey, waar ziet ze? Ik kan een trippel doen. Ik zie ze niet. Hang mijn tanden. Oh my god, hey. Hang mijn tanden. Zit het zwak? Dit punt maak ik steeds over Sietse. Ik zie ze hem niet. Wauw. Onverkracht mijn gezicht. Ja, nou rennen erheen, rennen. Voor de tank, en gewoon in het... Even serieus, kijk. Maak het realistisch, ze maken toch wel een foto. Hey. En toevallig valt hij op een mes of een zwaard. Ik heb nog steeds niks gevlogd van deze hele fucking evenement, hè? Wacht, Calista wel bij mij. Oh, heeft Calista gehad? Oh. Waar ben je? Oh, daar. Oh. Thanks. Oh, heb je chickie hier gebeld? Oh. Deze trashcan. Oh. Het is een trashcan op een trashcon. Hey! Oh, wauw. Trashception. Hey. Nou ja, hier. Dit is evenement. Hoe noem je verschillende trashcans bij elkaar? Trashcon. Hé, hey, heb jij iTunes? Nee, oké. Ja, alles is foodcon, jongen. Waar we zijn bij die broodstokken. Oké, luister, maar niet naar Joke! Vooral niet naar Joke luisteren! Broodstokken of stokbroden? Nee, broodstokken. Broodstokken. Brood op stok. Je kan brood op een stokje kopen. Oh, maar ik heb wel een stokje. Krijg ik een korting? Kan je dan vragen of je brood gratis krijgt als je een stokje hebt? Ik denk dat ik het gewoon ga vragen. Oh my god. Spijt me. Magenta. Gomena soy. Magenta. Sorry, wat is dat? Dus we hebben, hoe heet het? Hennep bakkerij. Hennepbroodje met kalkoen, ui, hennepzaadjes, cayennepeper, yoghurt dillensaus, sla, kalkoen, brood, hennepbrood. En dan hebben ze een kontje van afgesneden en dan krijg je het kontje ook nog eens met die saus. Dus. Die saus zo lekker. En die saus is eigenlijk best wel ziek goed. Dus ja, wij gaan dat weer eten. En we zijn de rest van de trash eigenlijk waarschijnlijk kwijt. Maar wat maakt het uit? We hebben eten, dat is belangrijk. Veel me meer! This is like the most delicious thing ever! En hoe duur was het? 3,50? Oh, 4,50. Nog niet duur voor wat voor dingen je krijgt. Niet dat je daar nu nog wat van ziet, maar... Het is knapperig en zacht tegelijkertijd. Ik weet niet of je er iets van gaat verstaan eigenlijk. Ze hebben een subtitles onder. Ja, maar dan moet ik wel verstaan wat je zegt. Ik weet wat ze heeft gezegd. Wat zei ze? Dat het knapperig en zacht tegelijkertijd is. Goed zo, Marinda. Ik ben kwart twee. Oké. Nee, de volgende keer begon het veel beter. Toen was het eerste wat in de video voorkwam, was godverdomme ziet ze. Daarmee opende het video. Dan was het godverdomme Joke, maar... Nou, het was godverdomme en ik was het eerste wat in beeld kwam. Ja, kom deze niet manier. Toen naar de Efteling ging, godverdomme Joke. Ja, dat is een godverdomme Joke, niet godverdomme ziet. Ja, ik was het eerste wat in beeld kwam, die persoon was en ik ben nu al zat. Oh. Vertel me meer. Oh. Perfecte opening. Oh. Kijk hoe dik dit is. Oh. Oh, wauw. Ik weet dat ik morgen ga eten. Hij weet dat hij morgen gaat eten. Eten. En dorakkoekjes. En dan moet je niet... Ja, maar een nutje op de sokken. Ziet ze is boos.
Ik heb een kinderactie. Sietse is boos, hij gaat gelijk lachen. Sietse die beseft zich niet dat die ook heel vriendelijk naar vrienden kan kijken of die geld willen doneren. Ik wil geen geld doneren. Hij score. Maak je wel, man. Je bent echt erg, man. Wat zou ik nog? Ik heb nog 10 cent gekregen. Jij hebt hoeveel cent? 50? 10 cent. Je hebt 50 cent al. Je gaat die 10 cent nou niet wegschieten, dan ben je nog 10 cent al lichter. Ik heb 40 cent. Oké, dan moet je nog 4 euro en 10 cent bij elkaar zien te vissen. Heeft iemand een bakje? Ga dansen en iedereen doneert geld aan. Er staat daar vooraan een pinautomaat. Hij heeft 2 euro op de bankrekening of zo. Ik probeerde mijn geld te winnen en hij zei maximale bedrag is 30 euro, dus dat is het voor. Maximale, niet minimale. Ja. Heb je een maximaal bedrag dat je mag winnen? Mijn als je maximaal geld op is wel, ja. Maar zijn het maximaal of minimaal? Oh, dat gebeurt. Ik wou zeggen. Ja, je weet toch wat maximaal betekent dat je minder dan 30 euro binnen. Ik weet dus het maximale bedrag dat je kunt winnen. Nee. 250 euro. Dan moet je toch minimaal 30 euro op je bank hebben staan. Anders geeft hij dat niet aan. Dat heb ik nu al uitgegeven. Ik zei ik heb 30 euro. Oh. Waar heb je dat dan uitgegeven? Dat vraag ik me ook af. Cards Against Humanity. Uitbreiding is bekend. Heb je het origineel wel? Nee. Hey, back. Hey, koekenbakken. Kijk eens naar je. We zijn weer geditcht. Maar je hebt mij nog. Maar ik heb Marinda nog, dus dat is belangrijk, want wij hebben allebei iTunes. Stop het. Als je het niet snapt, ga Carus Dutch Comic Con vlog kijken, dan ja. Heb je iTunes? Ga mij. Oké, doei. Neem jij het over dan? Ik moet weggaan, neem jij het over? Hey. Kom je hier vaak? Wat? Poging 2! Van Dutch Comic Con. Wat? Poging 2. Wat? 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 Geen idee. Ja, het is hier wel wat cool. De zon schijnt, ik verbrand. Je moet niet zo harder praten, denk ik. Nee, ik ga niet harder praten. Ja, ik praat goed. Wil je dat ik harder praat? Wil je dat ik harder praat, hè? Ja! Oké. Okay. Max, houd je maat. Ja, hier, je camera weer. Je moet het overnemen. Maar dan gaat het wat we aan het doen zijn. We gaan nu heel lang, heel intens. Ik word gebeld. Naar beneden, want door wie? De veren. Karre. Wat de fuck was dat? Hey, Karu! Dat was Marinda. Die gilde over dat je haar niet belt. Ik heb zijn nummer nodig. Kan ik hem irriteren? Hij zegt sorry. Oké, maar niet uit. Ga verder met mijn vlog. Ja, je bent verder. Waar wij zitten? Vaak bij dat podium, maar dan aan de koffiekant. Je hebt dat eten? Oké, okay. Ja, bij de tweede uur aan het filmen. Toen afsprak ik met de tweede uur. Hij is alleen maar. Oh ja, hij staat nog aan. Zie je. Het is al boeiend zo. Bij de tweede uur gewoon nog in de toilet te lopen. Dan zitten we ergens op een bankje. We zitten bij de muziektent. We zitten niet bij die muziektent. Dat is de muziektent. Ja, in de buurt van. Ish. Nee. Aan de andere kant, wacht even. Waar zijn jullie nu? Muziektent ish. Oké, we zijn bij de auto. Okay. Hoe heet dit kraampje? Ik ben een hele goede YouTuber. Ik wil dat die ingang komt. Ja, daar is de ingang. Ja, precies. Dus we kunnen ook richting de ingang eventueel lopen. Ja, we lopen wel even naar de ingang. We lopen wel richting de ingang dan. Dit is gewoon nieuws van. Oké, tot zo. Ja, maar dan. Kira, reageer niet op me! Dit is wel een hele. Ja, het is echt al 2,5 minuten. Je hebt weer 2,5 minuten fame. Ik heb gewoon 2,5 minuten mezelf gefilmd. Gewoon alleen maar rondkijken. Hij neemt de telefoon om te zeggen, what the fuck was dat? Dat was Marinda. Dat was ik. Dat heeft Van der Hoed, die is van mij gejat. Nee, die is van mij. Van die kleine. Jij kijkt ook naar jezelf, hè? Ja. Ik moet ook altijd naar mezelf kijken. Maar dat is nu goed. Kijk, als je zo doet, werkt het beter mee. Auw! Ik heb een sticker van Red Bull of zo. Maar dit is niet goed.
Leef je nog? Maar hij zit na te denken over de... Ik vermoorde de duiters van camera. Sorry, ik zag niet dat je duiters had. Zie je, doe het maar terug. Draaibaar. Oh, dat werkt natuurlijk niet zo. Andere kant op, Trini. Oh, Kashi. Hey, ik ben Belisha. We laten weer heel erg naar Rico. Hey. Dit is de squad en we gaan naar de ingang lopen, want Karu wacht daar op ons. Karu is slecht geworden om naast te lopen. Nee, het is heel moeilijk uitleggen waar we zijn. Je loopt gewoon naar ons. We zijn het een beetje zat. Het is 7:50 of zo. Het begint gewoon 7:45. Het begint gewoon koud te worden. Ik ben nog steeds met de squad. Je weet zelf. Deze de. Hoi. Geef me aandacht. Oké. Ik zou gewoon denken warm. Ik moet warmheid hebben. Geef me aandacht. Hoi. Oké, dank je. En ik wil aandacht, ik geef het je. Ik ben super goed in vlogs nog steeds. Geef je aandacht. En ik ga dit proberen te uploaden voor Karun. Hi. Goals. Hi, ook voor mij, ook voor mij. Fuck jou. Oh shit. Die foto's kunnen wachten, man. Nee. Ja, luister. Hij gaat vanavond al fucking... Luister, hij gaat waarschijnlijk vanavond al editen. Ik ga in mijn bed liggen en ik ga Kingdom Hearts spelen, dus. Voor mij mag... Ik mag gewoon een begin hoor. Ik bedoel, ik ga echt niet fancy shit doen. Hè. Ik laat dat morgen, maar ik ben moe. Ik ben ook moe, daarom ga ik gamen in mijn bed. Ik mag lekker al deze shit van mijn gezicht afhalen. En een lijm van mijn gezicht afhalen. Dus ja, sorry voor mijn zuigende vlog zoals altijd. Doei. Dag. Tot anime kon of zo. Doei.